misschien op papier wilde zetten. Kortom, hij ging overal rondneuzen om meer over de brief te weten te komen. En vervolgens ging hij naar de stadspoorten om allemaal heel goed te bestuderen. Hij keek. Ik nog eens. Een derde, een vierde en een vijfde keer zette alles op een rij en dacht heel goed na. Zodat één met ander gecombineerd wist hij dat hij hersenen had, want hij had de sleutel naar de vrijheid gevonden. Hij vond een list. Een list. Met een gezicht dat straalde als de dansende middagzon op de gouden koepel van de moskee. Haastte hij zich zo snel hij kon naar zijn prinses Shams el-Nehar. Wat zijt ge verrukkelijk, mijn liefste? Uw ogen als duiven achter uw sluiers, uw lokkerende geiten die neerdolft had gebergd, hoe sierlijk uw passen in uw sandalen. O vorsten, dochter, u liggen de heuvel als stoelen door meester en ander gemaakt, uw navel en welke blikken, waarin geen...
Langer, langer nog, Tanja. Brood is. Maar jammer genoeg leidt de weg naar het brood dwars door deze vraag. Wat zegt hij? Hij zegt dat de weg naar de bakker dwars door deze vraag loopt. Trossen van druiven, uw slanke lezen palmen. Ik dacht, ik wil de palmen klimmen, de dadels grijpen en proeven. De geuren van uw mond als appels van honingzoet druiven uw lippen. Honingmelk onder uw tong. U lust al een paradijs van granaten met kostelijke vruchten, velelei, nardesplanten en naar bloemen, muskaat, kaneel, saffraan. Ik kom in mijn hof, ik pluk er mijn mirre, mijn balsem. Ik eet er mijn honing, mijn raad. Ik ruik er mijn melk, mijn honing en dronken wordt ik van liefde. Vrede zijn met uw prinses Shams El Nihar, grote prinses van Bagdad. De onbeschaamde tong. Hoe durf jij aan de slavin te vertellen wat er gebeurt in mijn bed? Dat heb ik niet gedaan. Oh nee! Zal ik die slavin eens halen? Oh, de slavin. Ja, de slavin die zag hoe wij met elkaar in bed bezig waren. Dat heeft haar zo opgewonden dat ze mij vroeg ook zo met haar bezig te zijn. Ik zei nee, zo vrij ik alleen met de prinses. En toen riep ze dat ze mij in nesting ging. Wat wil je? Ik wil niets liever dan dat de dagen van mijn prinses vol vreugde blijven. En dat alle haar kinderen worden. Wee, mij, toen ik hoorde dat mijn prinses bezorgd was, leek de wereld in mijn ogen zo klein als een vinger. Tjabber,
moment komt er nieuws. Ja, ik ben niet in stemming. Liever wens ik dood te zijn dan mijn prinses narigheid te bezorgen. Ik kom hier alleen om mijn diensten aan te bieden. Om je mijn diensten aan te bieden. In bed, goed, Jabber. Maar hier? Nee, hier. Hier. Zelfs in een politieke situatie kent u die naar de uitweg. Wat weet je over de politieke situatie? Ik steek mijn neus nooit in allemaal zaken. Maar toen ik hoorde dat mijn prinses zich zorgen maakt. Prachtig. Mij ook zorgen gemaakt. Omdat ik, nu onderworpen slaaf, hoopte iets te kunnen doen. En de zorg van mijn prinses te bedrijven. En al haar wensen te vervullen. En haar lange vragen. En ik verloop dat de oorzaak van de zorg van mijn prinses. Mooi. Een brief is. Die ondergeopend. Uit Bagdad ligt. Maatregelen met deze idioot voor het te laat is. Het is maar een woord, mijn allerdierbaarste prinses. Ik zal haar in je tong planten. Ik zal haar in je tong planten. En je terug in de kut van je moeder. Ik heb niks gedaan. Ik doe het zijn alleen maar mijn dienst te bewijzen. En daarom is ze zo kwaad geworden. Deze man staat voor u, meneer. Heb je aan de controle de stadspoorten bekeken? Die heb ik bekeken, ja. Maar ondanks dat alles kan de prinses er voor heel de mensheid aandacht.
slagen? De oplossing is eenvoudig, heer. Vertel maar. De oplossing is zo eenvoudig, heer. Vertel toch. De oplossing is zo eenvoudig, heer. Vertel! En als ik de oplossing heb, zal ik dit klein teken zijn. Ik wil alleen maar mijn prinses tevreden stellen. En u natuurlijk, prins. Kom. Ik zal de prinses vragen om jou te beloven. Zou de prinses het Mameluk kunnen vrijspreken? De prinses volgt altijd mijn raad. Als je de brief de stad uitkrijgt, dan ben je vrij. Zou uw hoogachtelijke prins de prinses dat willen vragen om dat schriftelijk te bevestigen? Wat zeg je, idioot? Spreek op. En ik beloof je dat ik met haar ga onderhandelen. Goed. Ik geef de prinses mijn hoofd. De prinses jouw hoofd? Wat moet zij met jouw kop? Ik zou mijn hoofd niet geven als hij nutteloos was. En wat moet zij jouw hoofd voor opbrengen? Eerlang observeer ik de wachters aan de poort. Ik heb gezien hoe ze hun controles uitvoerden. Maar niemand heeft eraan gedacht op een hoofd onder de haren te kijken. Daar te vinden. Wat? De brief. Wat? De brief. Wil je zeggen dat niemand het zo hoort? Geen de hand. Ik dacht het volgende. De prinses geeft eerst eigenhandig mijn hoofd. Vervolgens schrijft ze de brieven op mijn hoofd. En dan is het alleen maar een kwestie van wachten en te wachten tot mijn haren gegroeid zijn en ik ongezien met de brief de stad uit kan. Langzaam. Langzaam. Goed. Wat was dat? Een geniale oplossing. Op voorwaarde dat de prinses een besluit heeft genomen. Zeg het! Ja, zeg het! De prinses scheert... De prinses scheert eerst je kop. Mijn hoofd. En dan schrijft de brief... En dan schrijft haar hoogheid de brief erop. En vervolgens wacht ze en dan de haren... Wacht hoogheid tot de haren groeien, waaronder de woorden verborgen worden. Juist. Jij, mijn lieve Abdulatif, heeft de oplossing gevonden? Heeft het gevonden? Heeft het gevonden? Heeft het gevonden? Heeft het gevonden? Abdulatif, jij kan het. En zal prins Abdulatif stoppen met mijn rug te branden en die zwijgen elke keer? Jij zal Abdulatif niet meer zien. Huh? Djabbe, jij bent de beste man met wie ik gevoeleerd heb. En Djabbe, jij alleen, kan die reuze van wachters tot zien. En eentje voorbij de eeuwige woestijn de slang kunt gaan, over de bergen van de tien bergen. Langs de helle rivier in het dal van de rotsen, vallende rotsen,
Maar vindt u eigenlijk feitelijk wel dat Jabber dat zelf moet doen? Ik heb een mamloesje, zo'n kleintje die zelf... Jabber! Als er een geheim is in het hoofd van meer dan twee mensen, dan is dit geen geheim meer. Dus mag niemand het geheim weten behalve Jabber en de prinses. Maar de prinses weet ik toch apparatief al het derde persoon is? Dat zal ik oplossen. Kunt u mij goed begrijpen of niet? Ik ben prinses echt dat haar toekomstige deze gevaarlijke missie moet uitvoeren. Het is te laat, Jabber. Of je voert deze missie uit, of je kop wallet. Jabber eigenhandig naar haar troon. Ze droeg hem op plaats te nemen en opende een kist belegd met diamanten, goud en parels en haalde er een mes uit. Een mes zo blinkend dat het ieder terstond verblindde. En zo scherp dat het een lint in haar wal feilloos in tweeën brak. Ja, is mij zoveel waard, Charlie. Toon jouw meesterschap het scherpste. Scheer de haren met de wortel van. Trek de diepste wortel uit en op. En zo begon de prinses haar dierbaarste mamloek te scheren. Fijn! En ze zag zo licht dat Jabber niks voelde. Niks van de koelte. Van de kaalheid. Thank you.
Indien mijn prinses van alle woorden de lichtste en de kortste zou willen kiezen. Geen angst, Charles. Ik zal het kort. Indien mijn prinses van alle woorden zou willen kiezen. Abdulatief nog even wandelen in de tuinen van het paleis. En... Zijn keel. Hij liep nog naar het water, maar het was te laat. Het stroomde uit zijn mond, zijn neus, zijn oren, zijn piemel als een uitgeperste citroen. Viel hij in het stromende water dat hem wegvoerde. Was vergif. Huh? Ja, vergif. Het was dat vergif.